In zo'n geval, dat we dus gewoon duidelijk te weten krijgen dat meneer gezocht wordt door de politie, trek ik gelijk een vuurwapen. Oké. Okay. Meneer, geen onverwachte beweging maken, kom uit die auto. Handen omhoog, geen onverwachte beweging, handen omhoog. Beste kijkers, opgelet. Dit jaar heb ik namelijk een speciaal Royalistic kerstpakket samengesteld. Met een paar producten erin die niet kunnen ontbreken tijdens deze koude winterdagen. En iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan, bij je kerstpakket krijg je ook een persoonlijke videoboodschap van mij. Ja Tim, deze persoonlijke videoboodschap is speciaal voor jou. Ik wil je namelijk heel erg veel plezier wensen met het Royalistic kerstpakket. Super tof dus, ga het snel checken op royalistic.nl. Welkom kijkers voor een nieuwe GTA 5 video met vandaag weer een gloednieuwe LSPD Far Patrol. Met andere woorden, ik ga vandaag weer op pad als Nederlands politieagent in GTA 5 om hopelijk Los Santos weer een beetje veiliger te maken. En vandaag met een super vaak aangevraagde auto. Ik heb natuurlijk in de vorige LSPD Far aflevering heb ik jullie gevraagd welke auto jullie graag terug zouden willen zien in de politieafleveringen. En één auto die sprong er toch wel echt overduidelijk uit. En dat is de Lamborghini Urus. En guess what jongens, ik heb het voor elkaar gekregen samen met Ido om deze auto in GTA 5 te krijgen. Met dus een Nederlands politieskin erop, dus daarvoor eventjes een dikke shout-out naar Ido. Zijn linkje staat in de beschrijving van zijn kanaal. Moet je eens even kijken hoe die hem heeft geskind. Ik ga even in first person. Dit is dus de Lamborghini Urus, maar dan als Nederlandse politieauto in GTA 5. Ja, dat is toch sick jongens. Stel dat ze in Nederland gewoon echt zo'n auto zouden hebben bij de politie. Dan wil denk ik iedereen bij de politie werken, eerlijk. Holy fuck, moet je kijken hoe dik die is, hè. Niet normaal. Hij rijdt ook gewoon echt heel erg lekker. Daar gaan we zo meteen achter komen. Ik heb natuurlijk al eventjes ermee rondgereden om te weten of het wel een goede auto is. Hij rijdt top. Hij rijdt echt top. Dat ga je zo meteen wel zien. Even kijken, interieur. Is dat ook nog een beetje decent? Ja hoor, kijk eens eventjes. Interieur ziet er ook goed uit. Mooie stoelen erin. Nou ja, ook echt zo'n displaytje. Een politiedisplaytje daar. Helemaal goud man. Kijk dan, het stuur ook. Heel vet. Ik ben hier heel erg blij mee met deze auto. Ik zie hier trouwens gelijk een dot verschijnen op mijn map. Ja, volgens mij is dat deze auto, of niet? Oh nee. Nee, andere kant op. We hebben een melding voor een dronken bestuurder. Waar is die heen? Oh, is dit wel achter me? Huh? Daar snap ik er geen reep meer van. Wie moet ik nou hebben? Er staan nu namelijk twee dots op mijn map. Dus ik weet nu even niet welke ik moet volgen. Maar we gaan wel eerst dan even achter deze aan. Ik heb, ja, nogmaals, ik heb geen idee. What's going on? Oh, zo. Oh, nou, het bochtje gaat wel, heeft hij zichzelf kapot gereden? Huh? Geen idee. Oké, okay, we moeten door, want de dronken bestuurder is daar. Oh, nee, hier, kijk. Deze volgen we blijkbaar. Huh? Wat is hiermee aan de hand dan? Wat doet hij? Oh, zijn auto is helemaal stuk. Of zo, zijn auto is stuk. Hij wil ook niet stoppen. Ik heb hem zojuist stopteken gegeven, maar hij wil niet stoppen. Ik weet dus niet of dit de dronken bestuurder is. Oké, okay, dit kan overduidelijk de dronken bestuurder zijn. Gaan we nog een keer stopteken geven? Nee, hij geeft geen gehoor. Alright. Dan gaan we even kijken hoe we hem nu veilig tot stilstand kunnen brengen. Zonder daarmee de burgers tot last te zijn. Maar ja, dat doet hij al. Dus daar moeten we ook zo snel mogelijk stoppen. Dus even kijken. Hey. Oh, nee. Oeh, dat ging maar net goed. Oké, okay, let's go. Auto ervoor. En dat is lekker. We hebben nu zelf ook gewoon een SUV. Dus ik kan flink beuken. Oh, hij rijdt gewoon mensen aan. Oké, okay, nou moeten we hem staande zetten. Zo zijn zijn banden lek schieten. Volgens mij zijn die al lek. Uitstappen! Uit de auto! Handen omhoog! Handen omhoog, uit de auto! Hop, nu uit de auto. Nu uit de auto. Wat doet hij? Hallo? Uit de auto! Oké, okay, ik trek hem er gewoon uit. Fuck it. Hoppakee. Daaruit jij. Aangehouden, handen omhoog. Ja, goed. Waarom kan ik hem niet aanhouden? Wat de fuck is dit voor shit? Ik kan hem letterlijk niet aanhouden, jongens. Als ik de aanhoudknop indruk, dan misschien met deze. Nee. Nee, nee, nee. Gaat hem niet worden. Oké, okay, dan ga ik gewoon patrol units erbij halen. En tot die tijd hou ik hem gewoon onder schot. Want ik kan hem niet aanhouden, zoals gezegd. Ik druk de knop in om hem aan te houden, maar er gebeurt niks. Ondertussen komt daar de dronken bestuurder aan. Er is genoeg versterking. Kijk, dan de Audi R8 komt ook nog even kijken. Wat een auto, zeg. Ik zelf rij in de Urus. Komen zij nog even twee keer in de Audi R8 aan. Dat lijp. Dat is namelijk de dronken bestuurder. Die komt ook van deze kant op rijden. Wat een chaos, joh. Oké, okay, let's go. Let's go. Zij regelen dat andere zaakje wel.
Gaan wij achter deze meneer of mevrouw aan? Zo ja, dit is een overduidelijk dronken bestuurder. Wat een chaos gelijk weer aan het begin van de aflevering. Dat is niet normaal. Maar dat is alleen maar leuk. Ik heb hem een stopteken gegeven. Maar, volgens mij, ja, stopteken is gegeven. Hij crasht gelijk al tegen de auto's. Weet je wat ik doe? Ik blokkeer hem gewoon, dat hij nergens meer heen kan. Want dit is overduidelijk wat hier gaande is, toch? Zo. Ja, goeiedag. Hallo? Waarom werkt niks? De minuutjes werken ook niet. Wat is dit allemaal? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Hallo? 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 Hoppakee, gelijk deze. Kan ik jou wel aanhouden? Ja, haar wel gewoon. Oké, dat was net gewoon een bug. Geen idee. We hebben genoeg reden om haar gelijk aan te houden. Ik ga niet eens haar ID vragen en zo. Dat is overduidelijk. Ze crasht tegen een auto aan. Dus gelijk een aanhouding. 100%. In ieder geval van de boeien slaan. Alrighty. Daar landt gewoon even rennen met een helikopter. Oké, okay. Kom jij maar even mee. Wij gaan jou even controleren. Wij gaan jou even controleren. Zo, wat een bak, jongen, die Urus. Niet normaal. Daar ga ik nog heel veel surveillance mee draaien, dat weet ik wel. Hé, hey, ga jij maar eventjes hier zitten. Want we gaan allereerst maar even een blaastest doen. Want dat rijgedrag, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En dat, ik denk dat het komt omdat ze heeft gedronken. Daar gaan we nu achterkomen. Moet je kijken, die geparkeerde auto is ook helemaal fucked up nu. Nou, als het goed is doen we nu een blaastest, ja. En wat komt er uit de blaastest? Ja, veel te veel gesopen. Oké, okay, duidelijk. Ik hoef je ID dan ook verder niet te hebben. We gaan gewoon gelijk een local transport unit bellen. Zo. Wat is het idee? Deze auto gaan we wegslepen. Ik kan wel nog even een kentekencheck hier even doen. Even snel. Gewoon even kijken of er misschien ook nog wat met de auto aan de hand is. Maar in principe is dit, ja, dit is duidelijk, weet je. Die vrouw moet gewoon mee. Nee, flex dan. Oké, okay, zijn auto is niet gestolen of zo. Oké, okay. Geloof ik het wel allemaal. Dan heeft ze gewoon te veel gedronken. Tow truck. Kom maar halen die auto. Zo. De bus heeft gelukkig eventjes geduldig gewacht. Dank u wel. Dan gaan wij heel subtiel naar achteren. Zo. Tow truck is er bijna. Kijk, daar is die al. Dan blokkeer ik nog heel veel deze bus, zodat de tow truck gewoon deze auto kan pakken. Dat moet als het goed is zo wel gaan lukken. Ja, kijk. Hoppakee. Wordt hier even geteleporteerd. Maakt allemaal niet uit. Gaat om het idee. De auto is nu weggesleept. Mevrouw wordt opgehaald. Transport was er toch? Of is transport er nog niet? Oh, daar rijdt transport. Ja, daarachter. Oké. Okay. Nou, prima. Dan gaan wij gewoon door. Gaan wij gewoon door. Gaan wij even lekker een melding doen. Wat heb ik even zin in? Om even een goede leuke melding te doen. Die is nooit zo leuk, die melding. Driver and Influence hebben we net gehad. Een pedestrian stuck by vehicle. Oké. Okay. Vehicle with insecure load. Dat is wel leuk. Een auto dus, of een voertuig in ieder geval. Kan dus ook een vrachtwagen zijn, wat dan ook. Met een onveilige lading. Dus het kan zijn dat de laadklep nog open staat. Dat de lading op de aanhanger niet goed vastgemaakt is. Dat soort dingetjes, zeg maar. En dat is natuurlijk super gevaarlijk. Het is een white SUV en wat komen we daar tegen? Een white SUV. En ik denk dat het ook wel duidelijk is waarom er een melding is gemaakt van een insecure load. Dat mag duidelijk zijn. Dus we gaan deze meneer of mevrouw eventjes controleren. En ja, dat moet goed komen. Op zich is het niet heel erg, maar het is gewoon gevaarlijk, weet je. Top. Nou, mijn auto zet ik er even achter. Rijdt u maar gewoon door hoor, meneer. Niks aan de hand. Die kan je makkelijk langs. Zo. Eerst even kijken. Zo, goeiedag. Meneer, goeiedag. Mag ik eventjes allereerst uw ID zien? Kijk eens, top. Gaan we die even natrekken in de Urus, in de politiecomputer. Daarmee gaan we gewoon even beginnen. Giuseppe Delucci. Rare naam. Maar goed, hè? We gooien hem erin. Subject is wanted by the police. Oké, okay, in zo'n geval... Dat we dus gewoon duidelijk te weten krijgen dat meneer gezocht wordt door de politie. Trek ik gelijk mijn vuurwapen. Oké. Okay. Meneer, geen onverwachte beweging maken. Kom uit die auto. Handen omhoog. Handen omhoog. Geen onverwachte beweging. Handen omhoog. Op de grond. Op de grond. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Oké, okay, meneer. U bent aangehouden. Zo, dat scheelde helemaal niks. Wat een pauperd. U bent aangehouden. U wordt namelijk gezocht door de politie. Waarschijnlijk weet deze meneer zelf donders goed waarvoor hij gezocht wordt. Dus jij gaat eventjes mee. Oh, dit is heel raar. Dit is heel raar. Dat moet je dus niet doen. Je moet dus niet, als je gebukt staat, moet je niet de arrestant meepakken. Ga je nou een middelvinger opsteken? Wacht eens even. Ga jij nou een middelvinger opsteken, maat? Hallo? Oké. Okay.
Ik denk dat de boodschap duidelijk is dat hij dat maar beter even niet kan doen. We zijn nu even bezig met deze meneer natuurlijk. Goed, meneer, ik ga u allereerst eventjes fouilleren, want u gaat mee naar het bureau. Wordt ja, dat ging wel goed. Ik dacht, ik klik de verkeerde knop in, maar dat ging gewoon goed. Even fouilleren, want u gaat mee naar het bureau. Ik ga hem ook gewoon even meenemen in de Urus. Hij heeft niks bijzonders, alleen de ID had hij bij zich. Ga dan nog maar eventjes hier zitten op de grond. Zo, ga ik de auto even doorzoeken. Moet ik mijn auto denk ik ietsjes naar achteren zetten. Pak er even makkelijk bij. Oh, trouwens, weet je wat ik dan wel even doe? Voor het geval dat hij in één keer opstaat en de benen neemt. Kom maar even, meneer. Sta maar op. Opstaan. Sheesh. Hey, nee, hallo. Nee, opstaan. Kom op. Heel goed. Zo, pak hem weer even beet. Gaan hem heel eventjes in de auto stoppen. Wat doet hij nou weer, die vent? Er gebeuren allemaal rare dingen weer. Moet ik denk wel aan die kant. Als het goed is. Kunnen we hem zo erin stoppen in de auto. Am I right? Wil dat zo? Wil dat zo? Nee, het wil niet. Wil dat? Even kijken hoor. Het zou toch wel fijn zijn als we hem even in de auto kunnen zetten. Waarom wil dat nou niet, joh? Misschien werkt de achterdeur niet, dat zou wat zijn. Nou, voorin werkt sowieso wel, maar... Dat zou wel echt kut zijn als dat niet werkt. Nee, releasing niet. Oké, dat zou kunnen. Dat Edo de achterdeuren niet heeft gecheckt of die werken. Dat zou wel fucked up zijn. Dan is dat zeker iets wat ik als feedback aan Edo ga doorgeven. Want het lijkt erop dat ik hem niet in de auto kan zetten. Terwijl ik wil deze arrestant heel graag zelf meenemen in het bureau. Maar dat gaat hem echt niet worden. Ik denk dat daar een foutje in zit. Dus dat is dan zonde. Maar goed, dat gaan we natuurlijk regelen voor de volgende aflevering. Wanneer ik met de Oers rij, dan zal dat gewoon gefixt zijn. Voor nu zal ik dan elke keer even een transportunitje moeten bellen. Deze auto moet ook gewoon weggesleept worden. Want die lood die erop zit, dat is gewoon super, super onverantwoord. Dus even kijken, tow truck fixen we voor deze auto. En dan kunnen wij weer vervolg van onze dienst. Helemaal goed. Zo. Ja, eigenlijk zou ik natuurlijk even moeten wachten tot de transporter is. Oh, daar is die al. Nou, mooi. Goed getimed. Gaan wij een nieuwe melding doen? Drive for an influence. Alweer, what the fuck? Suspicious activity near ADM, die vind ik altijd heel erg leuk. Vorige keer dat ik die melding heb gedaan, heb ik hem niet opgelost. Dus dat vond ik niet chill. Dus we krijgen nu een soort van herkansing. Toen was er een ADM opgeblazen, de vorige aflevering. En toen heb ik die meneer gewoon niet gevonden, meneer of mevrouw. Volgens mij was het een meneer toen. Die heb ik niet kunnen vinden, de dader. Dat is echt fucked up. Ik kreeg de hele tijd een signalement, maar na echt een kwartier zoeken, niet gelukt. Dus dat gaat me nu natuurlijk hopelijk niet weer overkomen. Zo, oké. Het ging ook niet al te soepel. Hij rent best wel moeilijk, deze auto. Omdat het gewoon zo'n SUV is. Alright, here we are. Zo. Oké. Deze meneer moeten we volgens mij hebben. Hij heeft wat gezien. Vertel, speak with subject. Please describe what you witnessed. There's a man over there by the ADM. Oh, hij staat er nog. Oh ja, ik zie hem. Ja. Oké. He has been lurking there for a few minutes, watching everyone using the ADM and playing with his phone. Oké. Zie ik hem nog, die guy dan? Oh, die guy die daar een beetje nerveus heen en weer loopt. He has been lurking around for these minutes, watching everyone using the ADM. Please describe the subject. Oh, ja, ik wil even weten wie het is. Is het deze guy? He is black male with black hair wearing a dark jacket and dark pants. Oké, ja, dan weet ik al wie het is. Dankjewel, meneer. Dankjewel. Daar loopt hij namelijk heel verstrooid op de weg. Dus, even kijken wat we even doen. Zo. Woehoe, die was nice. There you go. Ja, stopt u maar even. Ja, hallo, meneer. Stop jij maar even. Ja. Hallo. Ik vorder je nu om te stoppen. Ik vorder jou nu om te stoppen en van de openbare weg af te gaan. Wacht, ik doe het even zo. Handen omhoog. Hoppakee, op de grond. We gaan het even anders doen. Want hij loopt de hele tijd over de openbare weg heen. Het is veel te gevaarlijk. Ik kan zomaar een ongeluk ontstaan. Dus we doen het even anders. Zo. We nemen hem gewoon mee. Hoppakee. Kom maar jij maar even mee deze kant op. Ja, ga maar. Heel goed. Oké, sluiten we deze weg dus even af. Goed. Blijf jij maar even staan hier. Gaan we hem nu even wat vragen stellen.
Wat was je aan het doen? Try to have an inane conversation with dickhead cops. Do you have anything illegal in your possession? Stop accusing me of shit. No. Consent to search of your person. No way that you are doing that. Oké, ik mag hem dus ook niet fouilleren. En heb je iets illegaals in your possession? Stop accusing me of shit. No. Oké. Duidelijk. Ga ik ook even zijn ID vragen. Gaan we natrekken. John McTavish. Blijf jij maar even daar staan. Als je wegrent heb je een probleem. Goed. Nou, we hebben dus toch de melding aan de praat gekregen. Fijn. Tavish. Zo, nu kunnen we gewoon even alle onderzoeken doen die ik wilde doen. Maar het duurt wel even. Dus rijbewijs is valid en er zijn geen openstaande arrestatiebevelen. Oké. Meneer, dan ga ik u eventjes fouilleren. Inderdaad, ruim maar even om. Een pistool! Ik heb een pistool gevonden. Handen omhoog, nu. Handen omhoog. Handen omhoog. Hallo, heel goed. Ik heb een pistool gevonden, what the fuck, ouwe. Hij draagt gewoon een wapen bij zich. Holy damn, ik heb vaak mijn vuurwapen moeten trekken al deze... deze surveillance. Niet normaal, joh. Oké. En waarschijnlijk heeft hij ook nog drugs gebruikt, want daar hadden we net ook een meldingje van. Goed, ga jij hier maar eventjes op de grond zitten. Ga ik ook voor jou een transportunit bellen. There you go. Mooi. Einde melding, denk ik zo. We hebben verder niet kunnen betrappen van... Oh, you did not collect one piece of evidence. Dus waarschijnlijk ligt er nog ergens drugs of zo. Ah, prima, maakt verder niet uit. We hebben verder niet kunnen betrappen op verdachte activiteiten rondom de EDM. Hij was alleen heel erg nerveus de hele tijd heen en weer aan het lopen daar op straat. Maar verder niet zozeer iets kunnen koppelen wat hij bij zich had aan de suspicious activity bij de EDM. Oh, hier gaat ook... hier wordt ook een guy aangehouden, denk ik. Kijken of ik assistentie moet verlenen. Of dat het gewoon goed gaat. Wat gebeurt hier? Oh, hij wordt gefouilleerd. Wat lijp, hè? Dat dat ook gewoon gebeurt in de stad. Dat wij ook gewoon andere meldingen zien, zeg maar. Ja, dat vind ik heel vet. Een pedestrian struck. Stuck by vehicle. Moest ik in zijn barricade. Hostage situation. Een hostage situation. What the fuck, ouwe? Alright. Er is gewoon letterlijk iemand gegijzeld, jongens. Wat de pauper. Dat is gewoon PO1 melding. 100%. 100% PO1 melding. Daar gaan we. Wat de pauper. Oké, here we go. De hostage situation. En het is hier. Zo, er is veel politie, joh. Speak with this command post officer. Oké, zo. Ik zeg even wat verkeer zij allemaal bij zich hebben, hé. Yes. Vertel. Vertel maar. What do we have here? Domestic argument has gone very wrong. One of the residents has taken another person hostage and is holding him with a weapon. Hoeveel hostages zijn er? Oké, één hostage. We do not have information. Oké, zijn er camera's? Oké. Kunnen we in contact komen? You have a couple of options. You can try a phone line in the building or call a cell phone. We can use an IMSI catcher to get the numbers of the phone inside. Oké, let's try a cell phone. Ja. Wat sick! We gaan nu dus bellen naar degene die de hostage gegijzeld houdt. Dus naar de gijzelaar. Ja. Maar hij neemt niet op. Hij neemt niet op. No one picked up the phone. Speak to the command officer to try another approach. Oké. De internal phone lines. Krijgen we dan iemand aan de lijn? Oh, dit is echt een zieke melding, gek. Oh! Ja, we zijn met hem aan het praten. We're speaking with the suspect. Who am I speaking with? What's your problem? This has nothing to do with you. Ja, ik wil iedereen gewoon naar buiten hebben. I want you to get rid of the damn news fan. Oké, de news fan moet weg. Oké. Oké, we gaan de media wegsturen. Please call on hold and speak to this journalist to comply with the suspect demands. Oké. What's up, bitch? You just find... Nee. What is this all about? I want him out of the house for good. This arrangement is over. Oké.
No, that's not gonna happen. Hij wil niet naar de front doorkomen. Oké. Ik ga sowieso eerst eventjes hier mijn sirene uitzetten. Ik word er helemaal gek van. There you go. En dan ga ik denk maar gewoon naar binnen. Ik ga denk gewoon naar binnen. Let's go. Trouwens, ik kan nog iets proberen. Ik kan nog iets proberen. What about hostages? Here, take these tear gas grenades just in case. I'm not sure our officers have training for throwing them as well. Oké. Okay. Nou goed, ik heb dus tear gas gekregen als het goed is. Ja, en ik heb een zieke gun gekregen. Ja, in principe ga ik gewoon met mijn pistool naar binnen. Dat is fijn. Waar is die? Waar is die? Waar is die? We gaan niet naar binnen. We gaan niet naar binnen. Rustig aan. Oké. Waar is die? Hij zit hier ergens boven, denk ik, of niet? Oké. Moet ik de lift pakken? Wat is dit? Een zieke melding. To enter the area door. The area behind the door. Walk towards the door. Oké. Okay. Interaction menu. What's going on here? My job is just to maintain the perimeter. You would speak to the officer to command. Okay. Okay, please take the nearby vehicle from the scene. Please cover me as I make entry. Please move out of the way. Ja. Ja, ik laat ze gewoon mij volgen. Wat de fuck? Oké, hij doet in ieder geval zijn handen omhoog. Wat de pauper, maat. Hij heeft hem afgeschoten, of niet? Ja, hij heeft hem afgeschoten. Holy fucking shit, ouwe. Wat een zieke melding. Gewoon letterlijk in het appartement, hé. Letterlijk in het appartement zijn we hier nu gewoon iemand in de boei aan het slaan. Wat de pauper, maat. Ik heb deze melding nog nooit gehad. Heel lijp. Ja, hij heeft hem afgeschoten. Kom jij maar eventjes mee, maat. En wat is hier nog voor iets te vinden dan? Huh? Is hier iets? Oh nee, beneden is dat dan, denk ik. Oké. Okay. We gaan sowieso even een ambulance bellen, natuurlijk. Local EMS units. Ja, voor het moment dat ik zei dat zij me moesten volgen, ging het niet goed. Dus ik denk dat ik dat nooit meer moet doen. Dat ik de SWAT mij niet meer moet laten volgen. Want kijk wat ze doen. Ze doen helemaal niks. Stelletje pauperts. Nou, kom jij maar eventjes mee. Jongen, wat een lijpe melding. Oké, okay, maar de arrestant is ook weg. Het is wel echt vet gedaan dit. Eerlijk, het is echt vet gedaan. Alleen jammer dat je in je arrestant despant en zo. Oh, hier is die. Hier is die. Mocht John, waar ga je heen? Waar ga je heen? Hallo? Wat? Nee, oké, okay, ik bel wel gewoon een transport unit, joh. Transport, oh. Non. Transport. Oh. Oké, okay, dat wordt hem ook niet. Goed, handelen jullie het maar verder af. Ik vond het een hele dikke melding, maar het einde is een beetje fucked up. Dat het ook niet is gelukt natuurlijk. Dat is gewoon jammer. Maar hij is wel gearresteerd. Oké. Okay. There you go. Zo. Stoppen we de toeter ook gelijk eventjes. Goed, gaan wij nog even een melding doen. Burglary. Oh, silent alarm. Die is ook heel erg leuk. Dus er is een alarm afgegaan in een gebouw zonder dat de inbreker het zelf doorheeft. Dus dan gaan we op af prio 1 zonder toestemming. Het is als reden dat wij niet willen dat de inbreker weet dat wij er aankomen. Het kan natuurlijk ook vals alarm zijn, maar we gaan gewoon eventjes kijken. Oké, okay, gaan we hier de hoek om. Like that. Hoppakee. Met any suspects. Ja, ze hebben geen idee dat ik eraan kom. Dus daarom moet ik ook mijn sirene echt niet aanzetten. Oké. Okay. Like that. En dan hier. Naar links. Wat heeft hij vast? Hij heeft iets vast. Dit is sowieso de guy. Wat heeft hij vast? Hey yo! Hallo! Hou eens even afstand. Wat heb jij vast? Wat is dit? Meneer, stop maar even. Hey, hallo! Staan blijven! Stungun. Staan blijven! Ja, heel goed. Handen omhoog. Wat zijn er te doen? Hallo?
Wat staat hij nou te doen? Hallo? Ask for ID? Kiplam. Ja, geef jij je ID maar even, maat. Wat ben jij aan het doen? Hij wil zijn ID ook niet echt geven. Daar staat ook een man die een beetje in de war is, volgens mij. Wacht. Als ik nou even zo doe. Want volgens mij is hij gewoon een beetje gebukt. Sorry voor de taser, maat. Maar, ja, hij had zijn ID wel vast. Hij wilde hem geven, maar hij is gewoon gebukt. Hier, deze keer. Nog een keer dan maar. Wow! Wow, 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 wow! Hoppakee. Oké, hij is medeplichtig. Ik ga gewoon politie units hierheen bellen. Oké, deze guy is gewoon fucked up hard gebukt, dus we gaan achter die andere gozer aan. Wat gebeurt hier allemaal, jongen? Echt niet normaal. Oh, nu is hij in één keer wel met z'n handen omhoog, hè? Alright. Aangehouden. Ja, je ID hoef je niet meer te geven, hoor. Jaden. Jaden Shelby heet hij dus. Nou, we kunnen dus alsnog wel even opzoeken wat er aan de hand is met deze gek. Zo. Jason Shelby. Ja, die guy moet even opgeruimd worden. Oi, oi, oi. Wat zijn die LSPD VAR patrols toch altijd chaotisch, jongens. Ik probeer het nog zo in de hand te houden, maar het is gewoon geen doen. Het is zo chaotisch soms. Jason Selden was het toch? Ik ga het proberen, hoor. Ik weet het namelijk niet meer zeker. Zoiets? Jason Selden? Nee. Oh, als het goed is, als ik dit doe. Stond er. Als ik op LB klik. Dus eerst deze dan en dan LB. Ah, kijk. Dat is even een trucje. Wat ziek. Waar is de valid nou active warrants? Oké, hij wordt verder niet gezocht. Dan ga ik even hem fouilleren. Dus sta maar even op. Sta maar even op, maat. Sta maar even op. Ga je dat doen of ben je weer gebukt of zo? Ja, top. Kijk eens even. Gaan we even fouilleren. Oké. I found underwear. Hoezo is dat rood? Oh, hij heeft ook een wapen. Ja, twee wapens. Dus het is maar heel goed dat we hem hebben aangehouden. Dan gaan we voor deze manier gelijk maar even transportje bellen. Zo, neem maar even plaats op de grond. Hartstikke idee. En dan bellen wij een... even kijken. Code 1 staat hier volgens mij onder. Local Transport Unit. Helemaal goed, jongens. Dan gaan we deze hele chaotische... wat ligt hier trouwens? Ligt iets? Nou ja, gaan we deze hele chaotische LSPD VAR Patrol afsluiten. Hij was echt mega chaotisch. Nogmaals, zoals gezegd, ik probeer hem altijd wel redelijk in de hand te houden. Maar ja, soms heb je van die dagen, lukt het gewoon niet. Er zijn er zoveel chaotische dingen gaande. En dan, ja, wil dat niet lukken. Maar in ieder geval, ik vond het wel een hele vette surveillance. Vooral die appartementmelding was echt heel erg vet. Jammer alleen dat de SWAT gelijk ging schieten en zo. Dat het daardoor één grote chaos werd, was jammer. Ik wilde eigenlijk sneaky naar binnen gaan en dan die guy taseren. En dan had ik nog de hostage kunnen redden. Maar dat werd hem allemaal even niet. Goed, voor de volgende keer hopelijk wel. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze LSPD VAR video. Vond je hem nou leuk? Wil zeker weten natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En zie ik jullie hopelijk morgen om 4:30 allemaal weer terug bij weer een nieuwe video. Laters!